Als je de boeken van Paul Verhagen en zo leest bijvoorbeeld, waar inderdaad men stelt van, ja, we hebben het eigenlijk nooit zo goed gehad. En toch zijn er nooit zoveel depressies, burn-outs geweest. Mensen die gewoon bam tegen de muur gaan. En ja, ik ook. Ik zag ze rondom mij. Maar dan moet je al snel ook met je vingertje naar jezelf gaan. En denken ze van, oh fuck, deze kan mij ook overkomen. En het mooie aan ja, fictie mogen maken is dan dat je als het ware als een simulatie mocht gaan doen. Hè. En zo is het eigenlijk het idee ontstaan van dat duivelke in ons, hè, dat we allemaal wel kennen, zo dat stemmetje dat altijd zegt, oh, je bent niet goed bezig. Je... Wat als je dat stemmetje ook echt zou kunnen zien in de film? Wat als die een interne dialoog door het publiek te zien is? En dan dacht ik van, hey, dat moet toch al veel volk gedaan hebben in de cinema? En eigenlijk... Nee, niet echt. En zo is het idee ontstaan. Ja, het grappige was natuurlijk dat iedereen zei... Hé, Nick, welke ziekte is het nu in je nieuwe film? En ik zei, nee, het zal alles plezierig zijn. Het speelt zich af in de wereld van de stand-up comedy en zo. Maar het gaat wel over depressie en burn-out. Ah, oké. Okay. Alright, dan zijn we veilig. Nee, in zoverre... Ja, er is niets toffer natuurlijk dan mensen... te proberen doen lachen of zo. Nog moeilijker dan mensen doen huilen. En als je de combi ooit kunt maken, dat is helemaal straf. Dus ja, vandaar mijn voorliefde ook voor films die dat durven of proberen. Drama met humor, hebben we het dan maar genoemd. En ja, stand-up comedy heeft dat in zich. Hè. Dat is zo tragisch. Dat moeten behagen, dat moeten grapjes blijven vertellen. Vandaar dat het wel, nou, denk ik, de perfecte arena is daarvoor. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.